welkom. Hoort u me? U hoort me wel sowieso, hè, ja. Dank u wel dat u allemaal gekomen bent op een vrijdagmiddag. Je kunt zoveel dingen doen op een vrijdagmiddag en u hebt dit gedaan. Ik stel het erg op prijs. Ik hoop dat u het de moeite waard zult vinden. Er is een concrete aanleiding, maar er is ook een diepere oorzaak voor deze bijeenkomst. De concrete aanleiding is het verschijnen van de nieuwe verbeterde editie van de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Hou even omhoog. 5 kilo. Veel werk van veel mensen. En het gaat eigenlijk over de romantiek, zou je zeggen, in Europa. Dan denk je, ja, de sprookjes van Grimm en Chopin en dat soort dingen. Is dat niet een beetje antiquarisch, een beetje Efteling-nationalisme? Wat heeft dat met de hedendaagse ellende te maken en de gespannen verhoudingen in de oorlog? En het blijkt dus dat in het voorbereiden van deze tweede editie, het nationalisme dat in de jaren 70, 80 banaal was geworden, zoals dat heet, opeens weer hot is geworden. En dat het op het ogenblik zelfs op Europees grondgebied een oorlog heeft veroorzaakt. En dat is de diepere achterliggende reden waarom we dachten, we markeren dit met een publieksevenement. Ik spreek tot u in twee hoedanigheden, als de dictator van het redactionele team, van alle mensen die een inspanning hebben geleverd. Maar ook als gastheer en als spreekstalmeester voor 4 gasten die zo vriendelijk zijn geweest om hier met ons over de actualiteit van de romantiek te praten. Wij zijn allemaal romantici en iedereen voelt nationalisme in de onderbuik. Met name de Engelsen als ze hun queen gaan begraven. Nou, wat zijn de lijntjes van de begrafenis van de queen naar Poetin, zou je kunnen zeggen. En bovendien, wat betekent dat voor een wereld die sinds de 19e eeuw volstrekt geglobaliseerd is. En waarin sommige van de meest fervente nationalistische regeringsleiders, meest beïnvloed ook door een romantische vorm van nationalisme, zich buiten Europa bevinden. Dus om daar iets over te zeggen, zullen we vanuit Amsterdam langzaam maar zeker de wijde wereld gaan verkennen. Dat doen we samen met Christina Lajossi, universitair docent en cultuurhistoricus bij Europese Studies, mijn oude vakgroep, en iemand die voor de Encyclopedie heeft geschreven. We gaan dan iets verder buitengaats en dan horen we Michel Krielaars, redacteur, voormalig chef, boeken van NRC Handelsblad, maar een gestudeerd Rusland-historicus en een groot Rusland-kenner. En tegenwoordig een beetje de weerman van de Poetin-storm, laten we zo, die ons kan vertellen wat die man bezielt. En u hebt hem vaker in de publieke opinie gehoord. Gaan we verder oostwaarts. We hadden naar Trump kunnen gaan, maar goed, we hebben nu besloten om die kant even niet op te gaan, want Spui 25 doet al iets aan Amerikaans white nationalism. Maar we gaan naar Turkije, en het land van Erdogan, en daarover zal Enno Maassen zo meteen iets vertellen. Gepromoveerd bij Europese Studies in Amsterdam, op een biografie van de Wijk Beyoğlu in Istanbul, cultuurhistoricus en tegenwoordig doseert hij aan de Universiteit Utrecht. En vervolgens naar India daarover zal Sudha Rajagopalan spreken. Zij is cultuurhistoricus en een expert op moderne digitale media. Ik heb met name gekeken, ik geloof, naar de digitale interactie tussen Russische en Indiase cultuur. En ze heeft dus ook een Rusland-expertise. Ik ben benieuwd wat zich daarover gaat ontspinnen. Het is dus de bedoeling om een iets meer mondiale, hedendaagse verkenning te krijgen aan de hand van deze uitvalbasis. De Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, afkorting ERNIE, dat bekt een beetje lekkerder, heeft sinds 2008 geprobeerd om in kaart te brengen hoe het romantisch nationalisme in Europa is ontstaan, rondom Napoleon, zullen we het even zo zeggen, en hoe het eigenlijk een dominante en bepalende ideologie is geworden tussen de oorlogen van Napoleon en de Eerste Wereldoorlog, zeg maar tussen 1815 en 1918.
En de bevindingen van die encyclopedie, die vat ik heel kort samen. Het romantisch nationalisme is ontstaan in 19e eeuws Europa. Dat is een heel ander soort nationalisme dat we zien ontstaan met Toussaint Louverture in Haiti, of met George Washington, of met Simon Bolivar in andere delen van de wereld. Het is een soort nationalisme waar uitgerekend intellectuele schrijvers en kunstenaars een leidende rol spelen, waar culturele instanties zoals universiteiten en schouwburgen een grote rol in spelen. En het heeft geleid tot een Europa van natiestaten, zoals dat onder het principe van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren in het verdrag van Versailles is officieel, een beetje min of meer officieel is neergelegd als een principe in de internationale betrekkingen. En dat probeert Ernie allemaal letterlijk in kaart te brengen. Het is een enorme wolk aan diffuse patronen en we hebben geprobeerd dat diffuse culturele nationalisme van de 19e eeuw te condenseren en behapbaar te maken. Dat is begonnen in 2009. Het bestaat nu uit even wat statistieken, zoals hoeveel ton staal zit er in de Eiffeltoren. 900 artikelen, meer dan 1 miljoen woorden, 1500 bladzijden en 5 kilo. Ik heb speciaal een wagentje bij de Blokker moeten kopen in de Jodenbreestraat om 3 exemplaren hier naartoe te brengen. Gefinancierd door NWO en de KNAW. Alles bij elkaar hebben 377 mensen meegeschreven aan Ernie. Meerdere van hen zitten hier in deze zaal. Dat is leuk om te zien. Ik kom steeds medewerkers tegen van de encyclopedie. Ik wil speciaal even memoreren binnen de UvA mensen die het werk gesteund en geschraagd hebben. Paul Koopman als administratief ondersteuner en dan de redactionele assistenten, de mensen van het redactionele team, Anne-Hilde van Baal, Jan Rock, hij zou komen, maar ik heb hem nog niet. Ah, dat is helemaal toch, dag Jan. En daar zit Paul ook, oké. Okay. En Stefan Poland heeft zich daarbij gevoegd voor de tweede editie. De mooie digitale interface waarmee u Ernie op het web kunt bekijken is ontwikkeld met visualiseringsmogelijkheden door het team van Lab 1100 met een mooie werkplatform dat heet NoteGoat. En Pim en Geert zitten ergens achterin. En het is in de analoge vorm als prachtig boek, een heel vrijgegeven boekwerk door Amsterdam University Press uitgebracht. En daar zit Irene van Rossum. Al die mensen, daar wou ik graag even voor klappen, want ik ben ze zo dankbaar. Als u met me mee wilt klappen, mag dat. De tweede editie, en ook dat is iets waar ik erg blij om ben, dankzij de mooie financiering en de prettige samenwerking, is niet meer zo vreselijk loeiduur als de eerste. Voor het luttele bedrag van €50 kunt u hem krijgen. Daar zit subsidie in, dankzij NWO, de KNW en het slimme verdienmodel van AUP. Veel mensen geven meer uit aan hun mobiele abonnement in 1 maand dan dit meesterwerk dat je zomaar kunt krijgen. En er is bovendien bij Atheneum Boekhandel kunt u met een speciale QR-code nog eens korting daarop krijgen vanwege de lancering. Dus ik zou zeggen, koop er meteen 2, want het wordt binnenkort Sinterklaas. En dan hebt u meteen een leuk cadeau voor uw kleine in huis. Maar dat is even ter gelegenheid van het geheel. De vraag is, en wat dan nu? Dus ik ben er klaar mee. We blijven eraan werken, maar het is afgerond en het is nu echt goed afgerond. Onder het motto, toen God de man schiep, was er nog maar aan het oefenen. Bij de tweede, dat was de beta-versie, nu hebben we een echte. En het is de bedoeling om hiermee toekomstig onderzoek een werkbasis te verschaffen. Mensen die nu aan onderzoek beginnen, die vaak de cultuur veronachtzamen. En de vraag is nu ook, wat gaan we doen met iets dat eerst een beetje 19e eeuws Anton Pieck nationalisme was? En wat is dat voor vandaag de dag? Ik wilde 3 thema's aan de orde stellen. En u ziet ze hier staan. Op het ogenblik is het nationalisme de krachtigste ideologie wereldwijd geworden. Aan het bewind zien wij namen van mensen die expliciet een nationale missie uitdragen. Een invulling hebben van hun staat als een volksgemeenschap. Mensen als, min of meer in chronologische volgorde van aantreden, maar dat is, hou me ten goede. Poetin, Berlusconi, Netanyahu, Erdogan, Modi, Orbán, Johnson en nu Trump. Al dat soort mensen zijn als nationalistisch in hun politieke zienswijze te kenschetsen.
Het nationalisme vormt een belangrijke stem in de rechtse oppositie in veel landen. En ook links nationalisme zien wij in plaatsen als Schotland, Catalonië, elders. Dus, het is links, het is rechts, het is een beetje overal. Het is eigenlijk een soort meta-ideologie die zowel met links als met rechts kan meeliften. Met behoudende, conservatieve, neoliberale of Labour-achtige bewegingen, die kunnen allemaal nationaal geïnspireerd raken. Ook onze socialistische partij is daar niet vreemd van. Dus het is een thin-centered ideology, zoals dat heet, maar krachtiger dan welke andere politieke levensbeschouwing, ook op het ogenblik. Te kenschetsen als anticosmopolitisch, unilateralistisch, anti-elitair, vaak ook anti-intellectueel. Dus het volk is ons volk te midden van andere volkeren, maar ook de gewone man ten opzichte van de hoge heren en de elite. Het is ooit als rancuneleer gekenschetst. Ik zou het tegenwoordig als een argwaanleer willen noemen. Een overlap met anti-vaxxers, anti-5G en vaak ook samenzweringstheorieën zie je oververtegenwoordigd in, over en weer bij nationalisten. Het combineert fobische vijandbeelden met een fervente ondersteuning van charismatische leiders. Nou, dat even om duidelijk te maken wat ik ermee bedoel en waarom ik denk dat het buitengewoon krachtig is overal. Het presenteert zich vaak in camouflage. Het zijn niet alleen oorlogen in Oekraïne, maar het is ook de begrafenis van een queen. Een programma als Ik hou van Holland. Of het lied Waar de blanke top der duinen. Vaak is het heel onschuldig. Vaak is het in de commerciële massacultuur. Wat is daar romantisch aan? Het werkt nog altijd met sentimenten. Vaak is die massacultuur tranentrekkend, tearjerkend. Werkt via de emoties, eerder dan via het kritische denken. Het verheerlijkt de natie als een gemeenschap. Eigenlijk als een soort extended family. Het verheerlijkt de natie als een traditie, vaak ook met een landschapsbeeld dat helemaal uit de vorige eeuw stamt, waar geen moderne elementen in te vinden zijn, nog ruraal, nog landelijk, nog traditioneel, waar boerinnen nog boter staan te karnen, terwijl de boeren traditionele klompendans uitvoert of zo. Er worden verhalen verteld in een epische spanning rondom een nationale crisis. En het is vol met charismatische heldenverheerlijking, helden als voorvechters van uitgerekend de natie. Dit is één voorbeeld. U kunt op YouTube fragmenten zien uit de film Michiel de Ruiter. En dan zei je, ja, het is gewoon een popcornfilm, wat zou het? Daarin verstopt zit een speech van 3 minuten, waarin Johan de Witt de Staten toespreekt. Ik heb die speech heel kort samengevat, geparafraseerd. En als die speech in 1930 in het Duits zou zijn gehouden, dan zouden de rillingen je koud over je rug zijn gelopen. Maar hij wordt hier gewoon ergens op de achtergrond verteld om duidelijk te maken waarom Michiel de Ruiter een good guy was. Johan de Witt zegt, wij Nederlanders moeten niet verdeeld zijn, staatsgezinde, prinsgezinde, laat maar zitten. We hebben allemaal onze vrijheid lief, we handelen, we onderhandelen. We zijn vrij van politieke of religieuze onderdrukking, mogen we blij mee zijn. Maar de buitenlanders zijn daar jaloers op. We hebben voor die vrijheid pal gestaan, we hebben daarvoor ons bloed vergoten. Dat is Nederlands bloed, dat is ons bloed. En ons land, dat is ons land, dat hebben we zelf gemaakt door hard te werken. Die vrijheid, die moeten we samen verdedigen. En laat het maar aan mij over, dat ga ik voor u opknappen. Stormachtige toejuichingen, de hele u kunt het op YouTube eens bekijken. Het staat erop, het is heus waar zoals ik het samenvat. En als je bekijkt wie dat gepost heeft en wat daar voor commentaren onder staan, dan krijg je een heel erg wit-nationalistische, hardrechtse achterban die dit allemaal geweldige cultuur vindt. Je denkt er misschien niet eens aan als je aan een popcornfilm als Michiel de Ruiter denkt, maar het zit er wel in en het zit overal. Nou, dit soort films, dat zie je overal. Het zijn allemaal van die woeste helden, niet alleen Michiel de Ruiter, maar ook Redbad en Keno Hasselaar. En die staan met een woeste blik, staren ze je aan vanaf het affiche. En heb ik wat van je aan, moet je wat, gozer, voor een soort slagveldachtergrond. En sinds Braveheart, dus een beetje het prototype, vechten ze altijd voor iets wat Johan de Witt ook hoog in het vaandel heeft staan. Vrijheid. Dat is altijd onze vrijheid, nooit die van andere mensen. Maar dat is altijd freedom. En het kan dus ook op enig moment altijd politiek worden geactiveerd. De vraag van wat is nou banaal, wat is gewoon popcorn op de achtergrond. En wanneer wordt dit hard politiek activisme, dat is een open lijntje.
Ik heb daarom een model, ik noem het maar even het dolfijnmodel, dat het soms heel onschuldig is, dat je denkt, ja, goh, ik ben blij als het Nederlands elftal een goal scoort. Is dat dan ook nationalisme? Nee, maar het is er wel mee verwant. Het is een dolfijn die onder water zwemt en even later kan zo'n dolfijn saillant zichtbaar worden als toch wel een heel erg vlaggenzwaaiende emotie. En het verspreidt zich tegenwoordig via nationalistische massacultuur wereldwijd. U zag die posters die ik net heb vertoond, die komen van dit soort plaatsen af. Enorme productie, uitgerekend in Rusland, in India en in Turkije en natuurlijk ook in Amerika. Maar eigenlijk ook in Maleisië. En het leuke van Netflix is, al die dingen worden gewoon online geknald nu. Je kunt er naar kijken als je er tegen bestand bent. En we hebben ze in kaart gebracht op de website van Ernie. Nou, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik denk dat dat de encyclopedie een uitvalsbasis kan zijn voor hedendaags kritisch vergelijkend cultureel onderzoek naar wat drijft het nationalisme. Het is hoog tijd dat ik het woord ga geven aan de gespreksgenoten. En we beginnen van Amsterdam een beetje oostwaarts, dieper Europa in. En ik wil Christina vragen om het stokje over te nemen. Dit is het stokje. Goedemiddag, dames en heren. Ik ga vandaag hebben over Hongarije, Hongaars nationalisme. En als je vandaag de dag over Hongarije leest in de kranten, hedendaagse Hongarije, is eigenlijk geïdentificeerd met de Orbán-regime, met nationalisme, etnopopulisme. Maar ik ga dus niet hebben over de regime Orbán. In plaats daarvan wil ik een paar voorbeelden geven hoe hij een draagvlak heeft gecreëerd en wat soort gevoelsnationalisme was er voor deze Orbán-regering, dus voor 2010, hoe de perceptie van de Hongaarse geschiedenis is ontstaan in de jaren 70, 80... dat het een enorm mobiliserend effect kon hebben in de 21ste eeuw. Dus het kwam niet uit een soort leegte. Het is geen vacuüm. De mensen vragen zich af, het was een paar jaar geleden toen allerlei congressen waren georganiseerd over bijvoorbeeld neo-nationalism en nieuw nationalisme. En er waren allerlei debatten gehouden over wat is nieuw over nationalisme. En eigenlijk, ik zou zeggen, er is niks nieuws over nationalisme. Het is dezelfde nationalisme. Alleen de vorm, het krijgt een andere vorm. En de media is zeker anders dan zeg maar in de 19e eeuw of de radio, de televisie van de 20e eeuw. Maar nationalisme ging eigenlijk nooit weg. En zelfs in Hongarije, tijdens de communisme, toen nationalistische gevoelens waren niet echt toegestaan, was er twee verschillende trends. Eén was die officiële nationalisme, dat je zogenaamde banaalnationalisme, dat je ook op de tv kon zien. En dat was niet bepaald etnisch, maar toch waren er beelden van de geschiedenis die een gevoel, het was een nationale zelfbeeld die politiek dan geïnstrumentaliseerd werd door de communistische partij. Het gaf een soort saamhorigheidsgevoel. Bijvoorbeeld ik weet niet hoeveel van u bekend is met het woord Kuruts. Dat komt uit, het is een heel lang verhaal, maar even kort te maken. Het is een grote tegenstelling. En historisch klopt het niet, maar toch, het is een tegenstelling tussen de Hongaarse vrijheidsstrijders en de westerse machten. En die gaat terug naar de 16e eeuw.
vooral in de 17e eeuw, de vrijheidsstrijd van Rákóczi. Jullie zijn bekend met die Rákóczi-mars, de muziek. En de, wat wij vandaag de dag met Hongaarse, typisch Hongaarse muziek, idioom geassocieerd. Nou, dit komt allemaal van die periode van de 17e eeuw. En dan met een paar natuurlijk veranderingen eind 18e en 19e eeuw. Maar dat, dus dat Kuruc-mentaliteit, het beeld van de Hongaren als vrijheidsstrijders die altijd tegen in die rol van een soort slachtoffer zijn en die altijd tegen de grote machten moeten strijden voor hun bestaan, dat was ook, ondanks dus dat nationalisme wordt niet echt toegestaan, maar dat was dus toegestaan ook onder communisme. En zo bijvoorbeeld die Kuruc-romantiek was eigenlijk een heel bekend beeld in de televisie in die periode. En we hebben nu jaren 60, 70, 80. Maar er was ook het onofficiële nationalisme. En dat zien jullie hier in het beeld. De zogenaamde danshuisbeweging. En dat was in het begin niet echt onderdrukt. Het was toegestaan, maar zeker niet gekoesterd door de communistische regime. En het was vanaf het begin een beweging tegen de communistische regime. Dus het was resistance, maar het was toch toegestaan. Dus je hebt deze twee stromingen van nationalisme voor een lange tijd. En ik ga nu inzoomen op de laatste, op die danshuisbeweging. Als een culturele praktijk, als vrijheidsbestediging, die op een gegeven moment gekaapt werd door de extreemrechtse groeperingen. En het is eigenlijk de voedingsbodem van wat wij vandaag de dag Toeraans nationalisme noemen of een soort zoeken naar je oerwortels van de Hongaarse natie die verwant is met de Turkse volkeren. Dus een beetje een romantisering van een periode waarvan we heel weinig kennen eigenlijk. Goed, dus wat ik ook nog wil laten zien, dat is alleen maar een poging om een definitie te geven voor romantisch nationalisme, gevoelsnationalisme. En ik zou zeggen, het is, je stelt je een soort zelfbeeld, een stuk van je geschiedenis centraal en je idealiseert dat beeld. Maar bijvoorbeeld hier, ik laat zien een paar beelden over nationale klederdracht. Dat is weer volkomen geïdealiseerd. Er is niks echt historisch over dit soort jasjes dat jullie hier zien. Maar dit soort klederdracht was vroeger in de jaren 90 gedragen alleen maar door een bepaald zogenaamde fringe groep. Hardcore nationalisten en door sommige idealisten in bijvoorbeeld Transylvanië. Tegenwoordig zie je dus steeds meer politici, vooral Fidesz-politici, in die jasje, die heet trouwens Bocskai-jas. En het is een niet historisch correcte interpretatie van de Hongaren als vrijheidsstrijders. En die gaat terug naar die Kuruc-beweging dat ik net noemde, dat toch toegestaan was door de communisme. Dus die zit onze minister van Justitie. En hier heb je de voormalige president van Hongarije in hetzelfde jasje. En hij is ook een leider van een politieke partij. En, ik dacht dat ik heb nog eentje, maar goed, dat was Orbán in zo'n jasje. Goed. Maar dat soort romantisering
ik zou zeggen, dus bijvoorbeeld die Bocskai-jasje en die Kuruz-beweging, romantisering van die zelfbeeld, was heel sterk in die danshuisbewegingen. Die sinds 2011 is onderdeel van de UNESCO, immateriële erfgoed. Maar het begon in de jaren 70, was heel sterk in de jaren 80. En het was een teken van een saamhorigheidsgevoel dat bijeenbracht de nationalisten, zowel nationalisten als de liberalen. En dat is dus bijzonder, want het was gevoelsnationalisme, maar het was niet bepaald extreem rechts. Maar het kon toch een soort saamhorigheidsgevoel geven aan de mensen die deelnamen. Het was allerlei groepen mensen, jong en oud, vooral jong, en dus ook liberaal, niet alleen nationalistisch. Volgens mij hebben we geen tijd om naar dit stuk te luisteren. Ik weet niet of we één minuutje, of nou ja, minder dan één minuut, om jullie toch een indruk te geven waarover ik heb. Oh. Doet hij niet? Ja, typisch, toch? Ja. Ja. Sorry. Nou, volgens mij dat is genoeg voor nu. Maar dus hier, mensen zijn in cultuurcentra, in bibliotheken, één keer in de avond, in een week. Ze kwamen samen om de oude Hongaars, de volksdans te leren. En dat is dus volksdans en volksmuziek voor de publiek in de grote steden. Vooral in Budapest was dit echt heel populair. En het idee was dat de jonge mensen gaan naar het platteland. En hier komt er ook iets heel belangrijks in die beweging. Die gaan naar Transylvanië, naar Slowakije, naar Servië, dus naar de voormalige Hongaarse gedeeltes van naar de voormalige grote Hongarije. En daar gaan ze dus de tradities, waar die tradities nog steeds springlevend zijn, leren en terugbrengen naar Budapest. De betekenis van dit was echt groot voor het publiek van Budapest. Enerzijds, het was verboden tijdens de communisme om over de Trianon-trauma te hebben. En dat kon je doen alleen in dit soort kringen. Bovendien, het was ook verboden om een soort saamhorigheidsgevoel te koesteren met die Hongaarse gemeenschap buiten de grenzen van Hongarije. Maar dat kon je dus doen hier. Wat je ook kon doen is even samenkomen bij grote festivals met de Hongaarse gemeenschap van over de grenzen. Dus het was enorm belangrijk, niet alleen als een soort culturele gevoelsnationalisme, maar ook tegelijkertijd als een politieke statement. Nou, dit begint te veranderen in de jaren 90. En daar zie je meer een kloof tussen de liberalen en de nationalisten, die steeds meer in een soort extreem rechtse hoek gingen. En de liberalen die dit soort avonden niet meer leuk vonden. En ze vinden het niet meer leuk omdat de commercialisering van dit soort gevoelsnationalisme heeft een heel klein kring extreemrechtse mensen getrokken. Dus als je iemand zag toen, bijvoorbeeld zo'n gebreide tas dragen op straat, dat was heel populair in de jaren 90 onder studenten.
Maar op een gegeven moment wist je dat, oké, wie zoiets draagt, heeft een bepaalde politieke oriëntatie. En dat was zeker niet meer leuk. Hè? Zeker niet meer liberaal. Wat er is gebeurd, dus je ziet die kloof. En dan de mensen die gevoelsnationalisme hebben gekoesterd, gaan verder, ze schouwen verder naar rechts. En er is geen dialoog meer tussen de liberalen die ooit naar zulke avonden hingen en die samen met nationalisten tegen de communistische regime waren. En dus degene die de materiële cultuur en de hele commerciële netwerk van dit soort avonden hebben in de jaren 90 en later gevestigd in Hongarije. Nou, dit is uitgegroeid. Oeps, ik weet niet waarom dit. Nee. Ik had een laatste plaatje, maar voor. Ja, ik weet niet. Nou, ik wil jullie laten zien de Kurultai-beweging. Dat dit soort danshausbewegingen en het cultivering van de oude materiële cultuur van de oer-Hongaren is uiteindelijk uitgegroeid in een globale fenomeen. En die heet tegenwoordig Turan-nationalisme. En dat gaat terug naar de Aziatische wortels van de Hongaarse natie. En ze organiseren nu samen met Kazachstan, Turkestan, dus andere landen in de Caucasus, festivals waar ze vieren de saamhorigheid, maar niet meer met de Hongaarse natie, zeker niet met de liberalen, maar met de Aziatische volkeren, met wie ze op een of andere manier verwant zijn. Of dat is wat ze tenminste denken. Nou, ik heb geen tijd meer, maar misschien in het gesprek later komen er een paar thema's terug. Dank u wel. Dank Christina. De Eurasiatische perspectieven zijn boeiend, ook de sluipende verrechtsing en de manier waarop dat gaandeweg gebeurt. We gaan verder Azië in. Voordat we verder Azië in gaan, zet ik even onder de dreigende blik van de Osmaanse sultan toch Michel Krielaars iets gaan zeggen over Rusland. Dort vindt Azië aan Michel, het woord is aan jou. En jij hebt geen PowerPoint, dus dat. Dames en heren, ik word op briljante ideeën gebracht in dit gezelschap. Joep Leerse heeft mij ruim 2 maanden geleden gevraagd om in november een lezing te houden in Antwerpen voor een nationalismegezelschap. En dan gaat het over het nationalisme in Rusland en dat is eigenlijk een van de meest krankzinnige dingen die er bestaan. Ik lees u een stuk voor uit een van de eerste reportages die ik in 2007 maakte, toen ik net een verse correspondent in Moskou was. En dat was ter gelegenheid van de zogenaamde Russische Mars in Moskou. De oude pope die een kruis met beide handen omvat. De jonge neonazi met skinhead en zijn vlag met gekortwiekte swastika. De monarchist in tsaristisch uniform. De oorlogsveteraan, de man met het protestbord waarop staat: er is tegenwoordig niets ergers dan het Joodse fascisme. De dag van de eenheid van Rusland. Jaarlijks een optocht. Ik heb er Alexei Navalny leren kennen, met wie ik een beetje bevriend ben geraakt. Navalny had het gevoel dat hij een achterban kon kweken bij dit soort nationalisme. Nationalisten, het ging om zo'n, ja, 8 à 10.000 man, voornamelijk Hells Angels. Ik beschreef er al een paar mensen die in een soort romantiek terugverlangen naar het tsarendom, waarin je nog eens 3 dagen vrij kon krijgen van de heerser om de Joden te slaan, zoals dat in de 19e eeuw hier luidde. En dat je dan eens lekker met de Kozakken mee de shtetl in kon gaan en wat vrouwen kon verkrachten, wat huizen kon plunderen en in de fik steken. En dan had je weer een geweldig weekend achter de rug. Sommige mensen in Rusland zouden dat dolgraag willen. Als je nu naar die oorlog kijkt,
die nu aan de gang is. En zeker naar die gedeeltelijke mobilisatie die Poetin afgelopen week heeft afgekondigd. Dan denk je, dit land wil zich verenigen tegen, zullen we maar zeggen, wat ik in 2007 hoorde, het Joodse fascisme. Ten slotte roept het Kremlin dat de hele dag met oud-president Medvedev en Vladimir Poetin voorop. Maar wat is er nu aan de hand? Wat is er nou zo bijzonder? Ik werd gisteravond gebeld door een goede vriendin van mij uit Moskou, wie haar man tot aan het begin van deze oorlog voor Poetin werkte in de persdienst. En ze heeft hem gedwongen om ontslag te nemen. Want ze zei toen, ik wil niet verantwoordelijk zijn, ik wil niet getrouwd zijn met een man die meedoet aan deze oorlog, die deze oorlog mee mogelijk maakt door propaganda te verzinnen over die zogenaamde fascisten die in Kiev aan de macht zijn. En ze zei dat ze volstrekt in paniek was, want haar man had dus ontslag genomen, maar valt net binnen die leeftijd dat je opgeroepen kunt worden voor militaire dienst. En omdat hij ontslag heeft genomen, zal dat ook wel gebeuren bij wijze van strafexercitie. Hij zal moeten vechten. En dan is Sasha, zoals haar man heet, bereid, want hij voelt zich een patriot, terwijl hij niets op heeft met die grote Russische gedachte, met die propaganda die op de Russische staatstelevisie dagelijks te horen is, dat hij die Oekraïners prima mensen vindt. Trouwens, hij heeft een Oekraïense achternaam. Dus wat zou hij nog? Zijn grootvader was een Oekraïner, zoals heel veel Russen Oekraïense familieleden hebben. Het is één grote mix van volkeren. Poetin heeft dat nationalisme op een bepaalde manier nodig. Natuurlijk om zijn macht te behouden. Die macht, er wordt vaak gezegd, Ruslandkundigen verschillen deze dagen heel erg van mening over wat de aanleiding voor deze oorlog is. Deze oorlog heeft weinig te maken met een herstel van de Sovjet-Unie. Deze oorlog heeft heel weinig te maken met nationalisme, laat staan met romantisch nationalisme. Ook al wordt het op de Russische staatstelevisie dagelijks zo verkocht dat we terug moeten naar dat grote Rusland, die Dugin, wiens dochter onlangs bij een bomaanslag is omgekomen, die kon dat altijd zo goed zeggen. Wij zijn anders. Wij zijn de beschaving op aarde. Wij moeten afrekenen met die vieze, decadente westerlingen, die smerige homo's, die euthanasisten, die maar met elkaar kunnen trouwen onderling, met transgender bezig zijn, walgelijke praktijken. En wij zijn moreel hoogstaand. Wij zijn Russen. Nu is dat wij zijn Russen nogal een merkwaardige opvatting. Want als je goed bedenkt dat sinds het begin van deze oorlog bijna 8 miljoen Russen Rusland hebben verlaten, en dan denk ik dat dat bijna de helft is van de Russische middenklasse, dan blijft er van het nationalisme en patriotisme heel weinig over. Want heel veel Russen uit die middenklasse, en dat zijn dan voornamelijk jonge mannen, dertigers, veertigers, goed verdienend, in staat om Engels te lezen, die de kritische kranten lezen, die een beetje wegkeken toen die oorlog nog in het beginstadium verkeerde. Ja, die mensen willen helemaal niet vechten voor een land. Die weten waar Poetin voor staat. Die weten dat het land geleid wordt door een kleptocratie, door een kleine bende gangsters die voornamelijk bezig is zijn geld te beschermen. Poetin, een man met 200 miljard dollar op de bank, de rijkste man ter wereld, en zijn vrienden en de kinderen van die vrienden die steeds vaker opduiken als ministers. Die mensen willen tot in generaties aan de macht blijven. Dat is misschien hun micronationalisme, maar in die samenleving bestaat het niet. Ik heb een paar weken geleden een boek besproken van Vladislav Zubok, een in Rusland geboren historicus, hoogleraar aan de London School of Economics. En dat gaat over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onder Gorbachev. En daar kwam een heel mooi voorbeeld uit naar voren van het niet-nationalisme dat in Rusland bestaat. Zoals u weet wilde Gorbachev zijn land hervormen. Gorbachev, een gelovige communist, een Leninist, die dacht dat het democratisch socialisme van Lenin wel succes zou kunnen hebben als hij het zou mogen uitvoeren, die besloot om democratie in te voeren. Lokale democratie in die 15 unierepublieken. En ik dacht natuurlijk, dan krijgen we een beter lokaal bestuur, minder corruptie, minder alcoholisme, et cetera, et cetera. En dan kunnen we die Sovjet-Unie in stand houden, want we zijn tenslotte allemaal op weg naar de heilstaat van het socialisme, dat eens zal moeten aanbreken. En wat gebeurde er toen?
in het kader van die democratie kwamen er allemaal nationalistische bewegingen op in die Unierepublieken, die allemaal het liever vandaag dan morgen zich los wilden maken van het centrum. Ineens bestond die Sovjetmens niet meer, althans die mentaliteit misschien nog wel, maar die Sovjetburger maakte plaats voor Georgiërs, voor Osseten, voor Letten, Litouwers. En wat bleek ook, er waren binnen die Russische Socialistische Sovjetrepubliek 114, als ik het goed heb, 114 kleine staatjes, deelrepubliekjes, die ook de onafhankelijkheid wilden uitroepen. En toen ging het natuurlijk mis. Het werd een soort oceaan, het werd een lawine van nationalisme in al die republieken, met het gevolg dat eind 1991 die Sovjet-Unie uit elkaar viel. Het was niet meer tegen te houden als je niet met de straffe hand zou regeren. En als je dan teruggaat in die Russische geschiedenis, dan zie je dat dat hele land altijd met die straffe hand bijeen is gehouden. We hebben het over Napoleon, 1815. En dan kom je al gauw dat die officieren van de tsaar, die in het Westen hadden gevochten, dat die daarin eens zagen hoe je ook een land kon regeren. Dat het daar veel welvarender was. Dat ja, na die Franse revolutie er inspraak was gekomen dat de burgerij ertoe deed. En die 3000 adellijke families die het in dat onmetelijk grote land voor het zeggen hadden, ja, daarvan wilde jongere deel verandering. En die kwamen in opstand. En dan moest er weer worden gereageerd met die straffe hand. En zo ontwikkelt die hele Russische geschiedenis zich. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment die revolutionaire bewegingen. We denken aan Nikolai Tchernyshevsky, filosoof, schrijver, die dat beroemde pamflet heeft geschreven, Wat te doen, что делать. En dat is iets waar die Russen nog altijd niet uit zijn, want het leidde aanvankelijk tot die Russische revolutie. Die Russische revolutie die onder Poetin zoveel mogelijk moet worden uitgewist, alsof die niet heeft bestaan. En dat is natuurlijk het recept dat Poetin heeft geprobeerd op te leggen aan zijn volk. Vanaf het allereerste begin, eerst orde scheppen, want er moest natuurlijk eerst de chaos die onder Yeltsin was ontstaan met pensioenen, salarissen, noem maar op, moest worden hersteld. Is hem aardig gelukt. Hij had het geluk dat de olieprijs van $20 per vat naar $200 per vat steeg. Dus dat was geld ineens. En hij begon ook een soort, ja, dat zag een nieuw tsarisme in te voeren. En dat wil niet eens zeggen dat hij de nieuwe tsaar werd, zoals Time Magazine hem uitriep op een gegeven moment. Hij begon terug te verlangen naar de glorie van de tsarentijd. Er kwamen ineens in het Kremlin militairen met 19e-eeuwse tsarenuniformen. Met van die grote koolbakken, hoe die dingen ook heten. Met uniformen. Ze moesten zich ook als poppetjes in een opera van Tchaikovsky, moesten ze zich bewegen als de deur openging, dan moesten ze de tsaar Poetin volgen. Poetin vond ook een jeugdbeweging uit, de Nashi, de Onze. En ik ben wel eens met hen op pad geweest in een zomerkamp, en daar zag je allemaal niet al te slimme jongens en meisjes uit de provincie die uit waren op een carrière in het Kremlin. En die kregen dan cursussen gewicht heffen, een cursus, een stadhuis inrichten, een cursus bestuurskunde. Maar eigenlijk wilden de meesten die ik sprak officier bij de FSB worden, want daar kon je het meeste verdienen. Daar kon je de meeste steekpenningen achterover drukken en daar kon je binnen kortstmogelijke keren miljonair worden. Dus ook dat nationalisme van die Nashi-beweging, die vaak optrad om weer eens wat, ja, wat oppositiepolitici in elkaar te trappen, dat was helemaal niet zoveel waard. En zo zag je in de loop der jaren, en zeker in die 5 jaar dat ik in Moskou heb gewoond, dat kunstmatig opgewekte nationalisme van Poetin verdwijnen. Er verschenen boeken over het Tsarenrijk. Er verschenen speelfilms over de witte legers die tegen de Bolsjewieken in opstand kwamen. En de ene film was nog meer bezijden de werkelijkheid dan de andere, want de bedoeling was, het Tsarenrijk moet terug. Die verschrikkingen die onder Stalin hebben plaatsgevonden, zijn er eigenlijk niet geweest. Er kwam in mijn tijd een lesboek voor leraren op de middelbare school. En in dat boek werd aan de Stalin-terreur werden 2 regeltjes gewijd. Dat Stalin een efficiënte manager was die ook wel enkele fouten had begaan. En dat was alles. En dat was dus de les die leraren hun klas
moesten voorhouden. Nou, ik heb begrepen van mijn vrienden in Moskou dat het huidige curriculum op de middelbare school nog veel erger is. Als je het enigszins kunt betalen, stuur je je kind naar een privéschool, maar dat is waarschijnlijk veel te duur. Nu wordt nog meer de geschiedenis herschreven. Nu wordt het verhaal van Oekraïne dat niet bestaat in de klas gegeven. En die kinderen vanaf 6 jaar tot je 17e krijg je eigenlijk alles te horen wat Poetin op die beroemde reden op 24 februari heeft laten weten. Dat Oekraïne eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat het een land dat geen recht heeft, is dat geen recht heeft om te bestaan. Dat we het moeten uitvlakken en dat we eigenlijk al die Oekraïners die tegen Rusland zijn, ja, in strafkampen moeten opsluiten en ze moeten heropvoeden. Nou, dat is het nationalisme wat op dit moment in Rusland speelt. Het klinkt misschien romantisch, maar het is het allerminst. Dank u wel. Voor deze gevoel en Max, dank je wel, Michel. We gaan nu naar een andere tsaar, een sultan, en de Maas. Heel erg bedankt voor de aardige uitnodiging, Joep. U heeft 15 minuten in de bezwerende blik van Abdulhamid kunnen kijken, of eigenlijk van Bülent Ünal. Dus ik zal de hypnose nu even proberen te verbreken. Ik zal vandaag vooral ingaan op de verheerlijking van de laat 19e-eeuwse sultan Abdulhamid II. U ziet een meer historisch getrouw portret van hem hier op de rechts. En ik zal dus vooral bespreken eigenlijk hoe die sultan wordt verheerlijkt door islamisten en ultranationalisten in hedendaags Turkije. De regering van de AKP, de partij die al ruim 20 jaar aan de macht is en min of meer ononderbroken is geleid door president Erdogan. En ook islamisten meer in het algemeen gebruiken de figuur van deze sultan veelvuldig om parallellen te trekken tussen de binnen- en buitenlandse dreigingen ten tijde van Abdulhamid, een sultan die regeerde aan het einde van de 19e eeuw, en het hedendaagse Turkije. Ik zal eerst iets vertellen over die figuur van Abdulhamid II en waarom hij zo belangrijk is voor die islamisten. Vervolgens zal ik ook iets vertellen over de parallellen tussen de banaal nationalistische methode van islamisten aan de ene kant en Kemalisten, een van de andere dominante gardes van Turkse nationalisten, en wat voor parallellen we daartussen kunnen zien. En tot slot ga ik nog even iets vertellen ook over de recente populaire verbeeldingen van Abdulhamid in een Turkse tv-serie die nadrukkelijk werd gesteund door prominente Turkse politici. En dan ziet u hier al een poster van aan de linkerzijde. Waar de onbetwiste leidersfiguur van een nationaal symbool voor de Kemalistische nationalisten Mustafa Kemal Atatürk is, die hier links ziet, de stichter van de Republiek Turkije, is dat in de afgelopen decennia voor ultranationalisten, maar vooral ook voor islamisten, in toenemende mate sultan Abdulhamid II geworden. Soms naast Atatürk, maar vooral ook in plaats van. En deze sultan had nauwe banden met diverse westerse mogendheden. U ziet hier een illustratie met keizer Willem II. Die werd in eerste instantie vooral als een hervormingsgezinde autocraat beschouwd. Maar met name nadat hij een behoorlijke slachting onder Osmaanse Armenen aanrichtte, veranderde het imago vooral naar eentje van een bloeddorstige despoot. Maar hij was echter ook iemand die zijn rol als kalif, dus de leider van de islamitische wereld, heel handig gebruikte als een instrument van geopolitiek. Een publieksdiplomatiek instrument. En dat gebruikte hij dus eigenlijk om zijn hand ten opzichte van Europese mogendheden te versterken. Nou, in Turkse nationalistische kringen en islamistische kringen wordt hij vooral gezien als een sterke leider die voortdurend waakzaam moest zijn voor het verraad van interne krachten en buitenlandse mogendheden. En zie daar ook waarom hij tegenwoordig zo populair is. Er worden voortdurend parallellen getrokken tussen de veronderstelde historische omstandigheden van sultan Abdulhamid II en de hedendaagse samenleving. Want Abdulhamid wordt vergeleken met president Erdogan, die eveneens heldhaftig het hoofd moet bieden aan buitenlandse en binnenlandse intriges. Het is bij die beeldvorming over Abdulhamid en Osmaans verleden interessant
dat de banaal nationalistische methode van de islamisten, van de AKP en anderen aan de ene zijde, en kemalistisch nationalisme, dus dat zijn eigenlijk de groep die vaak als dus de seculiere modernisten worden afgeschilderd, hoewel het een vrij nadrukkelijk stereotype is. De methode die zij gebruiken om hun nationalisme te berden te brengen, lijkt eigenlijk vrij sterk op elkaar. Bij die kemalisten zien we vaak tatoeages en ook bumperstickers, autostickers met het portret of de handtekening van Mustafa Kemal Atatürk. In de islamistische en ultranationalistische hoek zien we vooral in de afgelopen decennia vooral dit soort zaken. Dit is eigenlijk een gekalligrafeerde handtekening, zou je kunnen zeggen, van de sultan. Een toura heet dat. En vaak is dat een toura van sultan Abdulhamid II, maar soms kan het ook een willekeurige sultan zijn. En dan doet het er niet zoveel toe wie die sultan precies is. Maar dan gaat het er vooral om inderdaad van om te laten zien, ik voel mij verbonden met dat Osmaanse verleden. En hier laat ik dat even mee zien. Een ander prominent symbool dat vaak wordt gebruikt in die context is het Osmaanse wapen. En dat is eigenlijk een wapen, dat zult u waarschijnlijk ook wel herkennen uit andere Europese contexten. Dat een soort van de natie, of in ieder geval de soevereine staat, de soevereine natiestaat moet symboliseren. En dat wordt zeker in de afgelopen decennia steeds meer als een ideologisch symbool van ultranationalisten en islamisten gebruikt. Het wapen is overigens niet bijzonder oud. Het stamt ook uit die periode van ongeveer midden tot laat 19e eeuw. En het is ook een emulatie van die andere Europese wapens. Van de Russen, van de Oostenrijk-Hongaren, van de Engelsen, van de Fransen. En hier zien we dan enkele hedendaagse toepassingen. Wat al aardig is, de rechter is natuurlijk een favoriet van mezelf, maar ook hier zien we op allerlei soorten van toepassingen zien we dat wapen gebruikt. Maar het verwantschap met de specifieke sultan of met wat dat nou precies betekent of waar dat voor werd gebruikt, is eigenlijk verloren. Het gaat vooral erom om te laten zien dat men zich hiermee identificeert. Goed, nog even verder met mijn laatste punt. Dat is Abdulhamid II. En zoals sommigen wellicht weten, heeft Turkije ook, zeker de afgelopen 30, 40 jaar, een zeer hoog ontwikkelde en zeer diverse tv-industrie met prachtige producties. En in de laatste jaren wordt daar ook veel materiaal geproduceerd dat ideologisch rechtstreeks uit de koker van de Turkse islamisten lijkt te komen. En deze serie, dat is een betrekkelijk populair voorbeeld daarvan, is de Spayetacht, Abdulhamid, die uitgezonden wordt sinds 2017 op de nationale zender, dus de Turkse NPO zullen we maar zeggen, de TRT. Nou, deze en andere series kunnen enerzijds als een verheerlijking van Osmaans verleden, en dan met name een islamistisch-ultranationalistische representatie van Abdulhamid worden gezien. En in het narratief van die serie zien we veelal een sterke leider die zijn rijk moet beschermen tegen allerlei binnen- en buitenlandse verraders. En die kwade hand, en we zien hier misschien ook wel parallellen met andere sprekers, die wordt in de serie niet in de minste mate verbeeld door de Joden. Zo heeft Theodor Herzl een prominente rol als kwade genius in het plot, die onder meer Armeniërs ondersteunt in hun opstand tegen de sultan. En daar worden, zoals je misschien wel kunt verwachten, de nodige antisemitische stereotypen bij ingezet. Zo zegt het karakter Herzl tegen Armeniërs die in opstand komen en die door Herzl worden geholpen in de serie. En die vragen dan, waarom help je ons eigenlijk? En dan zegt hij, een Jood doet alleen iets als het in zijn voordeel is. Dit zijn gewoon zaken. Nou, de serie kon de goedkeuring van onder andere president Erdogan wegdragen. Die zei, als je de geschiedenis wilt weten, kijk dan naar Payitaht. Dat is een objectieve weergave van de geschiedenis. En hij zei ook in een interview, toen hij werd gevraagd naar zijn mening over deze en andere series, mijn kleinkinderen zijn er dol op. Hun eerste voorkeur is Die Relish, de wederopstanding, Ertuğrul, een serie over de vermeende vader van de stichter van de Osmaanse dynastie. En daarna Payitaht. Dan zijn er natuurlijk al die politieke spelletjes in de serie en de verraderlijke streken tegen Sultan Abdulhamid II. Wij kijken ernaar als familie, dus de Erdoganetjes, en bespreken het in politieke termen en zien dat dezelfde spellen in de hedendaagse politiek worden gespeeld. Hetzelfde spel dat het Westen tegen ons speelt. Alleen de periode en de actoren zijn anders. En dus een objectieve weergave van de geschiedenis. Nou, bij wijze van conclusie,
In de zin van de instrumentalisering en politisering van de geschiedenis zou je kunnen zeggen dat er grote continuïteit bestaat tussen de methodes van de Kemalisten en de islamisten. Het raamwerk blijft staan, maar de symbolen hebben zich aangepast. En er worden bovendien directe verbindingen gelegd tussen vijanden van Abdülhamit II en vijanden van de AKP, Erdogan en het nieuwe Turkije. Hartelijk dank. Dankjewel, Enno. Ik meen te weten dat in Pakistan de Turkse producties nu erg populair zijn. En dat brengt ons nog verder naar de oosten toe. En Souda is degene die ons naar Zuid-Azië toe brengt. Want van Bodhi. Ja, dankjewel, Joep. Ik moet eigenlijk eerst even zeggen dat ik ben als specialist in Ruslandkundige. Ik werk eigenlijk niet met India, academisch gezien. Maar ik kom uit India. Dus eigenlijk, ik zou zeggen, van al deze exemplaren die we hebben gezien, is dit voor mij niet zozeer een academisch kijk op nationalisme, maar echt, het komt echt, ik moet zeggen, met een sterk gevoel van nationalisme. En dat zeggen we niet vaak als academici, maar ik voel het echt in dit geval. Omdat ik ga het niet hebben over Modi. En dat is misschien teleurstellend. Maar het is niet Modi's India. India is niet van hem. En we hebben ontzettend veel politieke partijen, leiders. En wat ik vooral heel interessant vind in India is dat als je een bepaalde soort nationalisme hebt dat heerst in het centrum, en dat is in dat geel gebied, dat is de Hindi sprekend gebied, dan heb je juist ook reacties daarop in de rest van India. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Nou, van Modi weten we natuurlijk. Nou, voor degenen die het niet weten, India is een federale unie, het is een federatie. En de deelstaten zijn verdeeld op basis van taal. Dus het is een linguistische verdeling. Dat betekent dat we eigenlijk geen nationale taal hebben. Ik word soms gevraagd of ik Indiaans spreek. Dat spreek ik niet omdat het niet bestaat. Er zijn heel veel talen in India. We hebben 2 officiële talen, Hindi en Engels. Maar verder hebben we 22 talen die erkend worden in de grondwet. Dus we hebben geen 1 gemeenschappelijke taal, geen nationale taal. We hebben ook geen uniform burgerwet. Dat hebben we ook niet. En dit is heel belangrijk, want juist in dit context wil Modi heel graag veranderingen inbrengen. En tot nu toe is het niet gelukt, juist door de hele sterke politieke bewegingen van het zuiden en het oosten. Maar ik ga het hebben over het zuiden. Ik was zelf geboren in Bombay, dat is in het westen, maar ethnisch gezien ben ik Tamil. En ik wil graag hebben over Tamil nationalisme of Dravidiaanse nationalisme. En waarom is het heel belangrijk? Omdat de Dravidiaanse politiek is juist verantwoordelijk voor de linguistische verdeling van India. En als vandaag Modi zegt dat iedereen Hindi moet spreken, of iedereen is eigenlijk van oorsprong Hindu, of we zijn eigenlijk de eerste bewoners van dit land, dan kunnen wij, en dat zeg ik ook met trots, kunnen wij in het zuiden zeggen dat dat niet klopt. Want wij spreken geen Hindi, ik toevallig wel, maar ik wil het niet onder dwang doen. En het schijnt ook dat er is een oude beschaving in het zuiden dat, dat net zo oud is als die van de Indus-Vallei. Dus op veel vlakken kan Modi eigenlijk niet aantonen dat wat hij probeert in India aan te brengen, of hoe hij probeert India om te toveren in dit soort homogeen land, dat lukt gewoon niet. Dus ik ga het hebben over Annadurai. En Annadurai is de oprichter van de DMK-partij, wat nu regeert in Tamil Nadu. Dit lijkt misschien een kleine deelstaat, maar het is meer dan 60 miljoen mensen. En hier zegt hij in de jaren 60... I claim, sir, to come from a country apart in India now, but which I think is of a different stock. En ik wil dit benadrukken omdat de huidige chief minister of de hoofd van de deelstaat van Tamil Nadu
heeft de laatste verkiezing gewonnen en in zijn Twitter-handel zegt of Dravidian stock. En dit schijnt nu heel populair te zeggen. Ik zeg het niet omdat ik kom uit Bombay, dus het voelt een beetje artificieel, maar ik snap wel wat ze bedoelen hiermee. Ze proberen zich juist ten opzichte van de Hindutva-politiek van het noorden op te stellen en positioneren. Dus hier zegt hij bijvoorbeeld, that does not mean that I'm against a Bengali or a Maharashtrian or a Gujarati. Right? And then he says, because I consider that the Dravidians have got something concrete, something distinct, something different to offer to the nation at large. Dit was altijd een heel sterke politiek geweest, maar onder Modi is het juist ontzettend krachtig geworden. En omdat de partij van Modi heeft ook geen zetels kunnen winnen in het zuiden, of tenminste weinig zetels, vooral in deze twee deelstaten, is deze politiek eigenlijk nog machtiger geworden in Tamil Nadu. En ook een soort model geworden voor de rest van India. Dus ineens is er heel veel belangstelling in het noorden voor de politiek en de politieke model van Tamil Nadu. Wat is de Dravidian model? Want ik moet ook hier toevoegen dat in Tamil Nadu is de nadruk niet alleen over de oudheid van deze beschaving en de oudheid van de taal. Het is een van vier klassieke talen in India. Er zijn 6 klassieke talen in India, maar 4 komen uit het zuiden. Het is een van de oudste talen in de wereld. Maar het is ook een zeer geïndustrialiseerde deelstaat. En ook de sociale indicatoren zijn heel erg goed. En dit allemaal in tegenstelling tot heel veel deelstaten in het noorden. Even kijken of dit werkt. Ja. En ik heb hier 4 plaatjes, want Joep zei 2 een paar dia's en dat heb ik letterlijk genomen. Dus ik heb alle 4 op 1 slide gezet. Maar hier aan de linkerkant zie je wat een van de controversiële dingen die gebeurde een paar jaar geleden, was dat ineens die mijlpalen op de snelweg in Tamil Nadu kregen de naam van de stad in Hindi bovenaan. En Tamil onder de 4 kilometer, wat je ziet bovenaan hier. Dus Hindi en Tamil. En niet Engels en Tamil zoals het hoort. En het was ontzettend controversieel, er was heel veel ophef. Politici in Tamil Nadu hebben ook daar flink zich tegen verzet. En daarna is het weer Engels en Tamil geworden. En ik kon niet dezelfde mijlpaal vinden. Dus Vellore in het Engels is dichterbij dan Vellore in Hindi. Maar in ieder geval, dit blijft een soort controversieel iets. Ook de poging van het centrum om Hindi juist een taal te maken in scholen in Tamil Nadu is ook niet succesvol. Het is de derde taal en niet de tweede taal. Dus dat is heel belangrijk voor cultuurnationalisme in het zuiden, in Tamil Nadu. Maar ook die opgravingen van de laatste 10 jaar, die aantonen dat juist de beschaving van Tamil Nadu is waarschijnlijk net zo oud of ouder dan die Indus-Valley beschaving. Dat betekent dat wij kunnen zeggen, dat eigenlijk zijn wij de oorspronkelijke bewoners van India en Modi komt van elders. Dus dat is... In de politiek is dat ontzettend leuk om ermee te spelen. En dat wordt ook steeds gebruikt in politieke debatten op televisie. Dus, you know, you don't know where you're from. The Aryans are not from here. De Indo-Europese volk, dat komt niet echt uit India, maar wij wel. Dus dat is ook heel belangrijk in het gevoelsnationalisme. Maar wat ik vooral heel erg interessant vind, en ik ga hiermee ook afsluiten, is dat in dit cultuurnationalisme is juist heel progressief. En daarom zeg ik het ook met heel veel trots, dat ik dit een ontzettend mooie beweging vind. Het is een heel progressieve politiek, juist omdat het gebruikt de geschiedenis van Periyar. En Periyar was de oprichter van de Social Justice Movement in de jaren 20, dus bijna 100 jaar geleden. En de Social Justice Movement is een ontzettend egalitaire beweging geweest. En is dan ook nog de fundering voor de politieke partij die nu regeert in Tamil Nadu. De social justice, sociale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid is ontzettend belangrijk in Tamil Nadu politiek. En dat gaat gepaard met het idee dat eigenlijk zijn de Tamil mensen
juist de oorspronkelijke bewoners. En ze hebben een oude klassieke taal. En ze zijn ook nog heel progressief. Dus dat is vaak niet, dat wordt vaak niet gezegd van deze bewegingen. Maar het is een ontzettend progressieve beweging. Dat ook bijvoorbeeld onlangs hadden ze ook een boek gepubliceerd. Over de woordenschat dat je moet gebruiken als je praat over seksuele minderheden in Tamil Nadu. Dus het is zeer, zeer liberaal, zeer links ook in bepaalde opzichten. En laatst wil ik het hebben over Jai Bhim. En waar de trend eigenlijk in het noorden is juist om films te maken. En Joep is hiervan op de hoogte. Over middeleeuwse koningen waaraan toe worden geschreven. Echt hele moedige en geweldige rollen in geschiedenis. Is deze film juist over een mensenrechtenadvocaat die echt bestaat, die leeft. En een zaak die hij heeft gewonnen namens a tribal person. Dus iemand van een stamvolking. En waarvan de mensenrechten zijn geschonden. Dus dit is een mooi film over een mensenrechtenadvocaat, in tegenstelling tot de films van het noorden over koningen en koninginnen die waarschijnlijk niet hebben bestaan eens. Dus dit wordt ook gebruikt in de Tamil politiek om te zeggen, wij gebruiken ook film, maar juist om progressieve ideeën aan te brengen in de samenleving. Dus dit was eigenlijk mijn voorbeeld van een heel andere soort nationalisme. Dankjewel. Zullen we de eerste keer de Nederlands tegen jou spreken? Dus, mooi dat we dat eens vijf kunnen doen, nooit in het proces gebeurt. Ik wil iedereen uitnodigen hier. Normaal gesproken, dames en heren, is het zo dat het format is dat wij nu onderling in gesprek gaan. Maar u hebt geduldig geluisterd naar presentaties die heel veel te melden hadden. En ik wil eigenlijk beginnen met u het woord te geven. Ik heb allerhande zaken waarover ik de vier disgenoten zou willen aanspreken. En over en weer zal dat ook wel het geval zijn. Maar u hebt geduldig geluisterd en ik wil u eerst in de gelegenheid stellen om vragen, opmerkingen op, punten naar voren te brengen. Er is een loopmicrofoon, neem ik, dat heeft spijt, dat doen we altijd. Als u duidelijk door uw hand goed op te steken, nou, dat begint al goed. Er is een mevrouw naast de meneer met een rode pet, en die was het eerst. Goedenavond. Ik heb een vraag aan Michel Krielaas. Meneer Krielaas, ik ben een grote bewonderaar van u, van uw recensies. En ik ben ook, ik heb met heel veel interesse geluisterd naar uw verhaal. Ik kom zelf uit Duitsland, ik kom uit Oost-Duitsland. En ik heb dat wat u Poetins moralisme noemt, heb ik ook leren kennen in Oost-Duitsland. De DDR was altijd beter dan het Westen. Toen viel de muur en toen heb ik zelf het arrogantie van het Westen leren kennen. Wij werden overspoeld en dat proces wat wij toen hebben meegemaakt, dat was alles andere dan democratisch. Ik vraag u eigenlijk dat nationalisme van Poetin. Wat voor rol heeft het Westen daarin? Dat is een hele moeilijke vraag en ik begrijp dat het ook lastig is. Het is normaal niet zo'n moeilijke vraag, want het is heel erg makkelijk. Het is, eigenlijk wordt de rol van het Westen, Poetin gebruikt in zijn nationalistische boodschap de vijand. Het Westen wordt als vijand neergezet. Hè. Op dit moment, je zag het bij die bekendmaking van die gedeeltelijke mobilisatie die de komende maanden gaat oplopen tot 2 miljoen mannen die worden opgeroepen, want dat zijn het aantal reservisten in het land. En er werd al meteen geroepen dat Rusland in oorlog is met de NAVO. Het gaat helemaal niet meer over Oekraïne. Dat is nu de grote dreiging. Poetin zit in het nauw. Hij kan geen kant op. Hij moet deze oorlog winnen. Als hij deze oorlog niet wint, dan is het einde oefening. Dan wordt hij in het beste geval met pensioen gestuurd.
gebeurt. Of in het ergste geval krijgt hij een dolk in zijn rug tijdens een paleisrevolutie en niet voor een revolutie van de straat. Dus hij heeft nu echt het Westen nodig om juist te wijzen op die arrogantie van ons, dat wij in de tijd bezig waren om de Sovjet-Unie kapot te maken. We zijn nu bezig om Rusland kapot te maken. We willen het liefst dat het land in 100 stukken uiteenvalt en dat het eeuwig zwak is. Ik denk dat de Chinezen daar misschien eerder op uit zijn dan de Russen. Maar hij gebruikt het. En in dat boek van die Vladislav Zubok, dat ik noemde, Collapse heet het, daar wordt daar ook opgewezen. Dat eigenlijk voortdurend, kijk, het Westen heeft natuurlijk heel veel steken laten vallen. Dat was natuurlijk een enorme arrogantie. Maar die Zubok laat ook zien dat president Bush senior tot op het laatste moment miljarden aan hulpgelden aan Gorbachev wilde geven. Gorbachev zei, wij moeten iets die economie redden. Jullie moeten ons miljarden geven. Bush is tegengehouden door het congres. Er kwamen midtermverkiezingen aan. Die miljarden konden niet komen. En toen is het mede misgegaan. In dat land is uiteengevallen door een combinatie van factoren. Maar het is toch echt niet het Westen geweest. En nu haalt Poetin eigenlijk uit de doos van de Koude Oorlog, uit de doos van Pandora van de Koude Oorlog, al die elementen weer tevoorschijn om mensen gek te maken. En als je natuurlijk bij die oudere generatie komt, de 60-plussers in de provincie die alleen maar naar die staatstelevisie kijken, die denken echt dat wij op het punt staan om met een gigantische luchtmobiele brigade Rusland binnen te vallen. En overal alle grote steden te gaan bezetten en vervolgens al die Russen in kampen te gaan heropvoeden. Dus zo gaat het vandaag de dag. Ja, ik had ook een vraag, Michiel Krieler. Het is een hele korte vraag, of het antwoord ook kort is, weet ik niet. In hoeverre is Poetin in zijn eigen leugens gaan geloven? Kijk, daar kan ik nou weer geen antwoord op geven. Want ik ken Poetin een beetje. Ik heb hem 2 keer tot op een meter nabij ben ik hem genaderd. Poetin is een hele rationele man. En helemaal, het is geen psychopaat, misschien is hij dat wel. Nee, maar het is een hele verstandige, kille man zonder enig greintje empathie. Het is een echte Leningradse KGB-officier. En dat zijn de hartsen. En al de vrienden om hem heen, die nu de machtsposities bekleden in Rusland, die komen uit die Leningradse KGB. Ik denk dat Poetin denkt, verdomme, we hadden toch in 3 dagen Kiev moeten innemen, daar een marionettenregime moeten neerzetten. Het is mislukt. En dan krijg je natuurlijk, zoals mijn leermeester Robol altijd zegt, het is reactie, actie, reactie. We moeten weer iets doen. Er bestaat in Rusland geen lange termijn beleid. Ik volg het land nu al zo'n 40, 50 jaar als kind al. En ik heb toen al geconstateerd dat er geen lange termijn beleid bestaat. Dit is alleen maar chaos. Er is iedere keer weer reageren. Het loopt weer helemaal mis. Rusland is een peppie en cookieland. Dus we moeten weer met een touwtje twee elementen met elkaar verbinden. Dan gaat het mis. Soms lukt het. In de Tweede Wereldoorlog zag je het. En Stalin stuurde op het laatst alleen maar 100.000 soldaten zonder geweer op Berlijn af. Die werden gewoon doodgeschoten. Maar het plan was om te laten zien dat we onoverwinnelijk zijn. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren. Mijn vrienden in Moskou zeggen, daar deze 300.000, die worden waarschijnlijk allemaal doodgeschoten. Want die Oekraïners hebben veel betere wapens. Er komen Duitse tanks aan, er komen Amerikaanse vliegtuigen aan. Sturen we er nog een keer 300.000 en dan nog een keer 300.000. We laten zien dat we onoverwinnelijk zijn. Dus ik denk dat Poetin hoogstens in een soort, ja, in die coronatijd, toen hij in die bunker 300 meter ondergrond zat in de Oeral, ja, dat er een zekere grootheidswaan is gekomen. Maar hij is volgens mij slim genoeg om te beseffen dat hij nu echt in een toepiek, in een doodlopende steeg zit. En ja, dan wordt het gevaarlijk, hè? Suda, terecht dat je natuurlijk met een ander nationalisme ook aanstipt wat India betreft. En ik denk ook dat dat typerend is voor het romantisch nationalisme in Zuid-Azië. Dat het land vol zit sinds de 19e eeuw met allerlei regionale, of op basis van taal, op basis van religie, van de Sikhs tot Bengalis, de Tamils die jij noemt. Maar het hele land zit vol met allerlei romantisch nationalistische identiteiten. En die hebben een spanningsveld met een overkoepelend nationalisme. En dat spanningsveld, ja, dat zie je tot op de dag van vandaag nog. Maar waar ik mee worstel, en wat typeert ook over het Zuid-Indiaans nationalisme, is dat je had weinig Brahmanen in verhouding in het zuiden. En er is die anti-Brahmaanse beweging van
de outcast en de lagere kasten, want dat is natuurlijk het belangrijkste in India, die zich afzetten tegen de Brahmanen. En die beweging, dat is van Periyar, onder leiding van Ambedkar. En die hebben heel veel invloed gekregen. En dat heeft zich ook op de lange termijn, dat noemen ze de Silence Revolution. Het is echt een revolutie die plaats heeft gevonden. Van onderaf in Zuid-Azië, ook in het noorden. Van, ook weer op basis van een soort romantisch nationalisme. Ambedkar die zei tegen alle lagere kasten: word boeddhist of christen, want dan ben je geen hindoe meer. Maar waar het mij op gaat is dat Modi, die projecteert zichzelf ook als de vader van de natie. En elke maand heeft hij een praatje voor de natie. Maar hij ook incorporeert ook... Sorry? Wat is je vraag? Dat met Ambedkar, hij incorporeert ook de lagere kasten. En dat vind ik zo moeilijk. En dat heeft hij ook invloed mee in het zuiden. Van hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hè? Hij zegt, jullie hebben ook recht op quota's. Maar als je boeddhist bent geworden of christen, dan mag je wel ook meedoen in de grote samenleving. Maar ben je moslim geworden, mag het dan niet. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hoe zie je dat spanningsveld met de verhouding tot de lagere kasten? Dat je projecteert het nu van, ja, we zetten ons af. Maar ook in het zuiden krijgt de BJP macht. En heeft hij ook invloed gekregen. Want in 2019 hebben heel veel lagere kasten op de BJP gestemd. Ja, dus heel veel, Bob. Ik ga proberen het een beetje te ontrafelen, wat je zei. Maar bedankt ook dat je dat hebt genoemd, want ik ben vergeten om te praten over dat derde plaatje. En wat je ziet daar twee gezichten. Aan de linkerkant zie je Periyar, voor degenen die het niet weten. Periyar is de oprichter van de Social Justice Movement. En aan de rechterkant zie je Ambedkar, die is eigenlijk een van de voornaamste vormgevers van de Indiase grondwet. Dus ik vond het ook heel typisch voor Tamil Nadu om dit soort helden juist te hebben in de landschap. Ik zeg altijd met trots dat ik zie bijna geen enkel plaatje van Modi als ik naar mijn moeder toe ga. Dus dit heb ik voor die reden. Maar jij vraagt over iets dat heel groot is. En ik weet niet of iedereen hier bekend is met die dynamiek. Maar dat is het probleem met India natuurlijk. Ik ga in het algemeen beantwoorden. Ik denk dat het makkelijker is en die anderen moeten ook vragen krijgen. Want Modi probeert zich juist uit te spreken namens alle Hindoes. En hij zegt dat hij praat niet alleen voor de hogere kasten, want we hebben een kastenstelsel dat onwettelijk is, maar het bestaat wel sociaal gezien. En hij zegt, ik probeer iedereen mee te trekken in dit politiek. En heel veel mensen van de lagere kasten hebben ook gestemd op Modi in de laatste verkiezing, zoals Bob zei. Maar wat Tamil Nadu heeft ten opzichte van dit, is juist een politiek dat succesvol heeft mensen van de lagere kasten kunnen bijbetrekken in de politiek. Dus je hebt helemaal gelijk, het is een anti-Brahmin beweging geweest ook. En daardoor is het ook een heel sterke stem tegen Hindutva, wat eigenlijk, ondanks wat Modi zegt, is een Brahmanical beweging. Een beweging dat voornamelijk is iets van de twee hogere kasten. En hij kan beweren dat hij voor iedereen spreekt. Hij kan beweren dat hij iedereen bij betrekt. Maar dat is nu inmiddels heel duidelijk dat politiek de lagere kasten eigenlijk niet echt volledig een rol geeft of een stem geeft. Maar in het zuiden is het wel zo, en er is ook heel veel migratie van hogere kasten geweest uit het zuiden, vaak naar Silicon Valley bijvoorbeeld. En daar is de politiek, die anti-Brahmin politiek, het heeft een langere geschiedenis. Dus als mensen in het zuiden nu praten over de kwaad van de Hindutva, hebben ze ook een geschiedenis waar ze op kunnen trekken. Ik zou graag terug willen gaan naar het meer gevoelsmatige, touchy-feely en minder hard politieke nationalisme. En ik heb een vergelijkende vraag eigenlijk aan Christina en Enno. Jullie hebben allebei uit de, banale cultuur, zou je eens kunnen zeggen, aspecten naar voren gehaald die eigenlijk floating signifiers zijn. Dat is een volksdansen,
wat in Nederland een heel links ding was. Dat was iets van mensen die de volkse cultuur wilden uitdragen tegen de burgerlijke zaak. En dan heb je al die logo's en die wapens en die mooie plaatjes die je als bumperstickers kunt gebruiken. En waar mensen ook eigenlijk niet helemaal begrijpen wat het is. En, waarom denken jullie dat het is dat dit soort gewoon smarty-achtige leuke dingen voor de mensen naar rechts, naar het nationalisme toedrijft? Want je hoort soms ook wel links zeggen, wat doen wij? Hoe kunnen wij een links patriotisme genereren? Dat lijkt dus een probleem te zijn. Dit soort dingen wordt rechtsnationalistisch ingezet voor xenofobe doeleinden. En wat is het in dat soort cultuur en dat soort cultuuruitingen of in de samenleving dat die zaken weghaalt van de een mogelijke liberale invulling? Zoals jij dat hebt geschetst in Hongarije. Christina. Wil jij beginnen? Of? Ik denk dat een antwoord op je vraag is die kloof die tijdens de Joegoslavië-oorlogen is ontstaan tussen de liberalen en de nationalisten. Dus het was niet meer salonvechtig om nationalistisch te zijn. En die dansbewegingen waren een leuke dansavond voor iedereen, maar het had toch een politieke tintje. En dat was door de liberalen op een gegeven moment opgegeven. En dan zal ik misschien de woorden van Ivan Krastev citeren. Die zegt dat een groot probleem in onze hedendaagse politiek is dat de liberalen hebben nationalisme totaal losgelaten. En daarom is nationalisme terechtgekomen in de rechtse hoek en alleen door bepaalde mensen als belangrijk geacht en eigenlijk gekaapt. Dus dat is een beetje een historische antwoord op je vraag. En dan het is natuurlijk in Hongarije, je hebt Orbán had helemaal geen boodschap aan die mensen tijdens zijn eerste regering. Hij was helemaal niet geïnteresseerd in gevoelsnationalisme of culturele nationalisme. Het was een burgerlijke beweging gebaseerd op economische principes. Maar in zijn tweede, derde, vierde regering heeft hij nu overheidsgeld aan Kurultai-festiviteiten. En er is veel meer aandacht aan onderzoek naar de oer-Hongaarse oorspronkelijke mythes en dat soort zaken. Maar dat is dus ook een verandering in zijn houding tegenover nationalisme. Ja, ik denk dat er een paar factoren spelen inderdaad in deze kwestie. Ik denk dat er dat met name dan de symbolen die ik heb laten zien, dat daar de kwestie van klasse een rol speelt. Hè. Dus dat het iets als het, dit soort tatoeages en dit soort stickers. Dat daar soms met enige. Dat sommige mensen dat als uit de middenklasse en elite dat als vulgair beschouwen. Dat is een rol die speelt. Als je meer gaat kijken naar waarom niet meer op het progressieve spectrum. Daar speelt dat ook wel. Hoewel progressief links in Turkije eigenlijk sinds 1980. Getuigen ook de vele linkse vluchtelingen sinds die tijd. Hier in Nederland en Duitsland eigenlijk met de wortel is uitgeroeid. Dat wil niet zeggen dat er geen linkse mensen zijn in Turkije. Maar het kan zich niet meer als zodanig progressief links, inderdaad, kan zich niet zo goed meer profileren, als het ware. Hoewel je ook in die circuits wel groepen zien inderdaad die affiniteit hebben met bijvoorbeeld Atatürkistische representaties. Dan is dat bijvoorbeeld dan gaat het meer om foto's of dan gaat het om tentoonstellingen. Dat was een paar jaar geleden was er een uitgebreide tentoonstelling over al die Kemalistische figuren aan het strand. En dan wordt het natuurlijk een soort van opnieuw klassistisch, racistisch stereotype gevormd over kijk eens hoe modern en hoe vrijheidslievende toen allemaal was en allemaal met het badpak op het strand, bla bla. Dat speelt een rol. Anderzijds is er ook dan de meer de Osmaans-lievenden. En dan
Ja, is er ook een breed spectrum. Dat gaat van zeer kritisch. Dus ook inderdaad mensen inderdaad die bezig zijn met zaken als de Armeense genocide en andere grote trauma's in de Osmaanse geschiedenis. Maar het gaat dan ook, en dan zeker sinds de jaren 80, vooral ook om mensen die inderdaad dan een soort van een hele romantische voorstelling hebben. Niet zozeer van dat vermeende krijgersverleden, maar meer van al die groepen die samenleven en dat het allemaal zo'n prachtige glorierijke ook wel weer opnieuw iets klassistisch rijken op Europa gelijkende cultuur was. En wat Europa dan is, dat is natuurlijk een vraagteken. Maar, ja. Ik wil nog een vergelijkende vraag aan jullie allemaal stellen. Tenzij iemand zit te popelen en die moet dan echt heel erg met zijn handen gaan zwaaien. Er is wel gezegd, er is niks internationalers dan het nationalisme. En dat geldt zeker voor de 19e eeuw en dat is waar de encyclopedie over ging. Ik vraag me af hoe dat vandaag de dag is. Want wat wij hebben gehoord zijn verhalen die erg intern in de eigen samenleving spelen. Die sterk proberen de eigen nationale crisis te verklaren uit de haat van het buitenland. De grote helden te zien als mensen die pal staan tegen het buitenland. Hoe staat het met de internationale outreach van dit soort nationale activisten en denkers en cultuurproducenten? Christina heeft ons iets gezegd over het Turanisme. Daar zit al iets in. In het verhaal van Souda zagen we een soort matroska-idee van onder de nationalisten zitten andere naties, maar met wie proberen de Zuid-Indiërs gemene zaak te maken tegen het hindoe-hegemonisme? Waarom was Dugin zo'n geliefde spreker hier in Amsterdam dat Thierry Baudet naar hem kwam luisteren? En wat zijn de pogingen van Bannon om een soort denktank van neonationalisten in Europa te vinden dat men de krachten ideologisch kan bundelen? Of zit men opgesloten in het belang en in de cultivering van alleen het eigen volk? Ik wilde even het rijtje langs gaan en jullie vragen hoe je de internationale vertakkingen en entanglements ziet van dit nieuwe 21e eeuwse nationalisme. Ik begin maar weer bij Michel, want dat is nu de volgorde waar we zitten. Ik denk natuurlijk aan Thierry Baudet, die toch wel heeft gezegd dat hij Poetin een toffe peer vindt en een echte leider die voor zijn volk opkomt. Dus die gaat eigenlijk mee in datgene waar de gewone Rus, die een beetje ontwikkeld is, niet in meegaat. Tegelijkertijd zie je het ook in Frankrijk bij een rechtsdeel. Een oude vriend van mij die jaagt in Vichy met de lokale elite. En die mensen zijn allemaal enorme bewonderaars van Pétain en van het Vichy-regime. En die vinden ook dat Rusland gewoon recht heeft op Oekraïne en dat Poetin toch een echte vent is. In de voormalige DDR heb je toch ook een beetje die geluiden binnen die alternatieven voor Deutschland. En zo zal het ook nog wel in een aantal extreemrechtse bewegingen zijn. Dus Poetin. Wie vindt Poetin nog sympathiek? Of wie zijn zijn bondgenoten? Nee, Poetin vindt ons allemaal een stelletje slapjanissen. Dat is echt, we tellen niet mee. Dus de liefde komt van één kant? De liefde komt van één kant. En er wordt natuurlijk heel veel geld gestoken in die extreemrechtse bewegingen vanuit het Kremlin. Dat wordt steeds duidelijker. Dus die gaan daarin mee. Nee, zij gebruiken ons. Wij zijn marionetjes. En een beetje om hier een beetje chaos te creëren. Dat is het enige. Ja, eigenlijk, ja, net. Ik zat namelijk heel erg te denken aan de Schotse nationalisten en de andere soort subalterne antinationalisten, zou je kunnen zeggen. En die doen erg veel met Europese netwerken. Hoe is dat voor Dravidians en voor mensen in Zuid-India? Ik wil het eigenlijk ook hebben over Modi. Want omdat het gewoon heel erg toepasselijk is, ook gezien de Rusland-voorbeeld. Want met Dugin heb je het beeld van Eurasie, dat Rusland is niet Europees, maar eigenlijk ook van de Aziatische continent. En met Modi's Hindutva heb je ook zoiets. Zijn beeld is dat India is eigenlijk een beschavingsstaat, de civilizational culture. En daardoor eigenlijk ook de moslims en de christenen zijn allemaal oorspronkelijk hindoes geweest. En dit betekent dat ooit zal Pakistan en Bangladesh allemaal weer bij ons horen. En dit heeft een van de ministers gezegd terwijl de premier van Bangladesh op bezoek was. Dat was niet zo handig. Maar in ieder geval, dat speelt ook bij Hindutva, maar bij Dravidiaanse nationalisme niet zo sterk. Het is wel een hele grote netwerk in Maleisië, in Canada, in Nederland waarschijnlijk ook.
En er is ook veel meer soort empathie met de lot van de Tamil-bevolking in Sri Lanka bijvoorbeeld. Dat speelt ook een grote rol, die vraagstuk bij de Dravidiaanse nationalisme. Dat het centrum Delhi doet niet genoeg voor de Tamil-bevolking in Sri Lanka. Maar het is geen, daar hoort geen grote verbeelding van een Tamil-beschaving in het buitenland bij. Dat is inderdaad veel meer gericht op de grondwet en op een soort civic nationalism. Dus veel meer op eigenlijk dat wij in Tamil Nadu zijn veel meer geschikt om de grondwet, de progressieve grondwet, te waarborgen. Dus daar gaat het meer om in het zuiden. Christina, en de vorming van een extreemrechts Europees blok is gestrand op de Ruslandliefde van Orbán. Die mocht niet meedoen. En de Polen en de anderen stoorden zich daaraan. Van de andere kant kijkt hij liefkozend naar Kazachstan en naar Kyrgyzstan. Hoe moeten we de internationale positie van de Hongaren zien? Nou, Orbán heeft natuurlijk met zijn politiek over de openen naar het oosten, en dat was een economische strategie voor hem. Ook dus de ideologieën van die Turaan-nationalisme meteen centraal gezet. En tegenwoordig hoor je op de Hongaarse televisie in de nieuws dat de redding van Hongarije in de huidige economische malaise is China. Want alleen maar de Chinese investeringen zijn dat de Hongaarse economie gaan op het lange termijn redden. Orbán is natuurlijk ook meegegaan met de Poetinistische propaganda. En dat weten we, dat ongeveer 90% van de Hongaarse media-ecosysteem is in de handen van Fidesz. En het was ook heel sterk gefinancierd door Kremlin. En heel veel propaganda is die door de trickle-down-effect in de Hongaarse media gekomen. Dus dat is één. En hoe zijn allemaal die rechtse bewegingen met elkaar verbonden? Door die internet. Je moet alleen maar kijken naar de 4chan, 8chan-achtige chats. En daar zie je, ongeacht van nationaliteit, dat soort civilizational nationalisme. En dus dat. En, sociale en media. Ze hebben ook erg veel bewondering voor elkaars films. Dus nationalistische Indiase films worden in Hongarije heel hoog geschat en nationalistische Russische films in Spanje. Alleen Turkije en Griekenland ligt niet lekker over en weer. Pan-islamitisch of pan-Turks? Hoe kiest men de internationale netwerken voor een Turks nationalisme? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat dat men eigenlijk op twee paden werd. Zeker toen de invloed van de ultranationalistische en pan-Turk, dus de pan-Turkse Turkistische partij, nog wat sterker was in de coalitie van Erdogan, de MHP. Toen zette men ook veel meer in op dat idee van Turkije als de leider van men zegt dan 16 Turkse naties, maar het kunnen er best meer of minder zijn. En dat Erdogan dan ook, ook in zijn paleis met die 16 vermeende Turkse soldaten in bijbehorende outfit op de trap staat. Dus dat, daarmee communiceert men inderdaad, dus dat Turkije onderdeel is van al die Turkse volkeren, maar wel de eerste, dus de primus inter pares, dan wel de leider. En datzelfde discours zie je eigenlijk ook in die islamistische of misschien neo-Osmaanse visie. Daar zie je ook inderdaad, en dat wordt dan ook, dus we zien bijvoorbeeld in de Arabische wereld en elders, dat die Turkse series erg populair zijn. Dat was al voor, zeg maar, inderdaad, dat die ideologie van de islamisten veel meer grip kreeg op die sector. Maar daar zie je ook inderdaad, de series zijn heel erg populair en dat wordt ook wel gebruikt door Erdogan en anderen inderdaad, om een soort van broederschap te creëren. Erdogan trekt ook heel vaak de Palestijnse kaart om sympathie te creëren in het Midden-Oosten. Maar ook daar projecteert de AKP heel, en met Erdogan voorop, heel sterk het idee, ja, wij zijn samen met jullie, maar wij wel als eerste, want wij waren de laatste kalif, et cetera. Dus dat idee inderdaad speelt zowel in het pan-Turkse als in het pan-islamistische of pan-Osmaanse idee zeer sterk. En dat wekt natuurlijk ook veel wrevel van de andere kant. Ja.
Dankjewel. Het is 6:30. Ik dank u allemaal voor uw geduld. Ik dank de sprekers voor hun inzichten. Ik heb enorm veel opgestoken. Als u ze nog bij de revers wil grijpen en zeggen, hoe kun je dit zeggen en hoe zit het dan daar en daarmee, hebt u nog heel even de kans, moet u het één op één doen. Ik dank u allemaal dat u hierheen bent gekomen. We hebben nog even de mogelijkheid om bij elkaar te blijven. En ik spreek u allemaal graag individueel als dat mogelijk is. Graag een applaus voor onze sprekers. Heel erg bedankt allemaal.